Bij The Voice Kids, bij de Blind Auditions, draaiden er twee stoelen om voor een meisje uit Tiel, Ilja Verhul. En wij gaan even kijken hoe het met haar gaat. Ilja, hallo! Kom binnen. Oké, nou leuk. Ilja, we zitten bij jou thuis in Tiel. Ja. Jij doet mee aan The Voice Kids. Ja, dat klopt. Jij bent door de Blind Auditions heen gekomen. Ja. Nou, dat moet heel bijzonder zijn. Ja, het is ook wel heel bijzonder. Ja, en nu gaan de battles plaatsvinden. Ja. En heb jij daar ook goed op voorbereid? Ja, heel goed. Ja? Heel veel gerepeteerd. En met Ilse natuurlijk. En wel heel goed voorbereid natuurlijk. Ja. Jij zit in team Ilse. Ben je blij met je keuze? Ja, heel erg. Het is een ontzettend leuk team met allemaal lieve mensen. En Ilse zelf is ook hartstikke aardig. Nou, geweldig. Maar dan wil ik toch even weten hoe dat nou gekomen is dat jij door die audities überhaupt bent heen gekomen. Want er doen duizenden kinderen aan mee. Ja, dat klopt. Hoe werkt dat? Ja, je moet als eerste een auditiefilmpje inzenden, als allereerste inzending. En twee vriendinnen hadden me daarvoor opgegeven. En ik had zelf eigenlijk nooit verwacht dat ik zover zou komen. Maar wist jij dat ze jou hadden opgegeven? Ja, ik wist het wel, want ze hadden ook persoonlijke gegevens nodig. En dat wisten ze natuurlijk niet uit hun hoofd. Maar en dan moet je zeg maar steeds filmpjes insturen. En op een gegeven moment moet je dan ook echt naar plaatsen toe om live voor ze te zingen. Een soort van voorrondes. Ja. En heb je dan al echt met de jury te maken of zijn dat andere mensen? Nee, dat zijn andere mensen. Oké. Okay. De jury komt pas echt... Ja. Echt bij de Blind Auditions. En dan kom je daar op dat enorme podium terecht. Ja. En nou goed, het ging goed. Ja. Was je zenuwachtig? Ja, heel erg. Vooral op het laatste moment. Aan het begin viel het toch wel mee. Toen we daar net waren, begin van de dag. Maar hoe verder het zeg maar dichtbij kwam, hoe zenuwachtiger ik werd. Dus... Want je bent daar echt een hele dag. Ja. Dus er lopen die spanningen op. Ja, heel erg. En jij begeleidt jezelf op de gitaar. Ja. Ja, vind ik wel heel stoer. Ja. Ja. En toen draaide Ilse als eerste om. Ja, na de eerste zin was wat. Gelijk, hè? Ja. Ze straalde. En jouw ouders waren heel trots. Ja, heel blij. Heel blij. Achter de schermen iemand springen. Ja, dat zag ik op dat moment natuurlijk niet, maar later wel. Ja, lijkt me geweldig om terug te zien. Ja, is het ook. Ja, nou, de battles gaan plaatsvinden. Ja. Dat wordt natuurlijk ontzettend spannend. Ja. Wat zijn jouw dromen? Wat zijn jouw ambities? Wat zou jij heel graag willen? Voor mij hoeft het nog niet per se echt ontzettend groot of zo. Dat ik heel commercieel wil optreden. Maar gewoon voor familiefeesten of appelpop zou natuurlijk ook wel heel gaaf zijn. Ja, het hoeft voor mij niet allemaal zo heel erg groot. Maar gewoon... Jij wil gewoon klein beginnen. Want jij zit natuurlijk op school. Wat voor school zit je? VWO bij RSG Linkage. Oké, dat is ook heel pittig. Ja, zo pittig. Volgend jaar ga ik naar af en toe. Aha, want dit vergt natuurlijk ook allemaal heel veel tijd. Ja, klopt. Ja, snap ik. Nou, dan moeten de mensen natuurlijk hier uit deze regio allemaal op jou gaan stemmen. Ja, dat klopt. En dat is dan door middel van sms'en of bellen? Ja, de sms'en is dat volgens mij. Ja, en dan willen wij jou natuurlijk heel graag weer terugzien. Ja. Ja. En nou speel jij niet alleen gitaar. Nee, dat klopt. Ik speel ook piano. Ja. Zou je een stukje willen zingen voor ons? Ja. Jezelf begeleidend. Ja? Oh, dat lijkt me even. You tell all the boys no.